De Netflix-serie The Crown is zo'n groot succes dat lokale producties over het Koningshuis niet kunnen uitblijven. Streamingsdienst Videoland komt met de serie Maxima, gebaseerd op het leven van onze koningin in de tijd dat ze nog in Argentinië woonde. Er is eigenlijk geen verhaal zo intrigerend als dat van Maxima in Nederland. Vandaag zijn de eerste twee acteurs bekendgemaakt. Ik ben Martijn Lakemeijer en ik speel Willem-Alexander in de nieuwe Videoland-serie Maxima. Ik ben echt heel erg vereerd en ik vind het ook super spannend om te gaan doen. Maar ik heb er niet heel lang over na hoeven denken om ja te zeggen. Onze Maxima wordt vertolkt door de Argentijnse actrice Delfina Chavez. Hello everyone. Zij heeft gewoon die uitstraling en je ziet het hier ook. Zij pakt gewoon mensen in, eigenlijk een beetje zoals Maxima dat ook doet. She's great for the part and she's gonna do it very good. Let's hope. Voor Delfina wordt het een behoorlijke klus om Nederlands te leren. Ik speel Maxima Sorrelleta in de nieuwe Videoland City Maxima. I think that Maxima did an amazing job and that she had to work really hard. She was for several months studying this language and did what she had to do. So I think it's going to be a challenge. De grote vraag is of het koningspaar voor de buis gekluisterd zit als de serie verschijnt. Als ik hun was, zou ik zeker gaan kijken naar dit verhaal. Natuurlijk is dat leuk. Ja. Ja. Ze zullen toch wel gaan kijken. Toch wel eventjes. Nou, toch even. Ik ben benieuwd. Ik denk dan in ieder geval niet dat ze het publiekelijk zullen gaan zeggen. Maar die dochters maar gaan toch ook kijken? Ja, ik vind het toch heerlijk om dat terug te zien. Dat lijkt me wel heel erg. Als vriendinnetjes gaan zeggen, nou, jouw moeder. Fictie. Ja. Nou ja, fictie. Kijk, het is wel heel erg leuk. Maar deze serie is gebaseerd op het boek van Marcel Luiten, Maxima Moederland. Heb ik gelezen. En voor de duidelijkheid, dat is niet per se een biografie. Het is ook echt geen prinsessenverhaal. Dat was toch een opdracht, dat boek, of niet? Nou, nee, zeker niet. Het was niet een opdracht, maar het is wel grappig dat je dat zegt. De Bezige Bij, de uitgever, heeft gevraagd of zij dat wilde schrijven. Ze was eerst ook helemaal niet zo enthousiast over. Zij mocht Maxima en zo natuurlijk niet spreken, de familie niet. Die hebben ministeriële verantwoordelijkheid. Dus stel voor dat ze uit de school zouden klappen. Ze hebben wel vrienden en familie van Maxima gesproken. Oud-collega's, mijn oud-studiegenoten. Dus die wel. Ook blijkbaar Mabel is blijkbaar ook gesproken. Er is een soort bronnenlijst ook van. Dat vind ik wel heel erg interessant. Ze heeft 132 bronnen gesproken. 3 keer naar Argentinië geweest. Maar die lijst is een soort van geheim dat die mensen niet openbaar in het boek wilden. Maar misschien als je een hele goede reden hebt, dan kan je hem dus inzien bij de uitgeverij. Dat scheelt terzijde. Uit het boek komt echt naar voren dat die familie van Maxima echt heel erg veel om status gaf. Hè. Ja. Zij hoorden echt bij de elite. Zij wilden ook hoger opkomen. Maxima had een jet-set leven in New York. De vader komt natuurlijk aan bod. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hoe bijzonder vind jij nou dat Mabel dan hier aan meegewerkt heeft? Nou ja, dat is op zich wel bijzonder. Kijk, die studiegenoten en die familie hebben allemaal toestemming van Maxima gekregen. Om dus hier aan mee te werken. Dus dat is ook en ook een beetje instructie misschien. Ja, ja, dat is dus wel een positiever verhaal. Ja, dat wel. Ja, en er staan niet hele negatieve dingen over haar. Iets meer in balans. Hè? Ik bedoel, ik zou het juist heel sterk vinden als ze elkaar vrienden gewoon wat kritiek laat geven. Ja. Dat is natuurlijk ook, maar het is wel meer in balans dan dat van één kant komt. Ik merk in ieder geval dat wij met z'n allen heel erg aansloegen op het feit toen zij Nederlands ging praten. Ja, dan heb je dat accent gewoon zo één op één. Ja, dan ga je meteen denken, oh, geweldig. Hoe enthousiast dat jij van de cast? Nou, ik word er wel enthousiast van. Ook inderdaad, het heeft ook wel heel erg dat internationale. Ook wel, kijk, we zeiden het al, The Crown is natuurlijk super populair. Maxima is internationaal ook echt de trekker van het Nederlandse koningshuis. Dus ik ben benieuwd, in de serie ook wordt er echt voor de helft van de tijd wordt echt Engels gesproken. Ook voor die tijd in New York natuurlijk ook. Ja. Een heel groot deel Spaans, maar 10% Nederlands. Dus ik ben weer heel erg benieuwd. Het lijkt me wel dat dit internationaal ook wel echt heel interessant kan zijn. Maar terwijl zijn Argentiniërs zij staat ze niet echt heel goed bekend, hoor. Want wij denken allemaal dat ze daar rete trots zijn. Dat ze Waar? In Argentinië, waar ze vandaan komt. Ze wordt daar ook wel soms een beetje in de media als een soort golddigger afgeschilderd. Maar dit kan er best wel toe bijdragen dat ze veel meer over haar nog gaan weten in Argentinië. Maar denk je echt dat het zo'n succes kan worden als The Crown, of in ieder geval bij benadering? Nou, ik denk het wel. Kijk, de producent heeft al gezegd, er is nog niks gedraaid. Hè. Dit was dus de eerste echte persco van de acteurs. Persco is de persconferentie, inderdaad. maar de producent heeft al gezegd dat er al gesprekken zijn met Scandinavië, met Latijns-Amerika, met Duitsland. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dit lijkt me wel iets wat wel internationaal, waar we echt wel mee zouden kunnen scoren. Dat is ook een mooi verhaal natuurlijk. Zeker. Het is allemaal mooi. Kleren
Jongens, ik zit helemaal klaar. Helemaal goed. The Crown viel net ook al eventjes. Daar is nieuws over naar buiten gekomen. Jazeker. Ja, er zijn nu de eerste beelden ook wel naar buiten gekomen van William en Kate. Hè. Binnenkort is het 6e en laatste seizoen te zien van The Crown. Het gaat natuurlijk over de scheiding tussen Diana en Charles. En natuurlijk die vreselijke afloop daarnaast. Daarnaast gaat het ook over de ontmoeting van William en Kate bij St. Andrews, de universiteit, in 2001. En daar zijn nu dus de eerste beelden van naar buiten gekomen. En dan zien we dus de acteurs die de jonge Kate en de jonge William spelen. En het grappige daaraan is dat ergens in augustus is er dus online op social media echt een oproep geplaatst van: we zijn op zoek naar acteurs die hun kunnen spelen. Ervaring maakt ons niet uit. Het is dus voor de Crown en de wereld zit. Als je er maar op lijkt en als je maar zo snel mogelijk kan beginnen. Echt? Dus al deze acteurs hebben nog nooit, zijn nog nooit op tv geweest. Nou, dit is hun debuut. Dat zij zichzelf heeft gepromoot door dingen op social media ook te delen. Nou ja, wat het is, het gaat inderdaad om social media. Dus die oproep kwam er. En dus zowel degene die Kate speelt... Kunnen als gewoon nog niet, kunnen, hebben geen acteerervaring. Hebben wel een soort toneelschool gedaan. We hebben gewoon video's ingestuurd van zichzelf op social media gezet. Ik heb nog nooit zo'n één aflevering van The Crown gezien. Maar ik ga gewoon instappen in dat zesde seizoen. Puur om dat te bekijken. Hun eigen PR-machine verzorgd. Goed.